Wiegmar. Middag Martijn. Heeft het altijd over ons als hij programma maakt? Over elke Slam-collega? Wij zitten hier een kantoortje verderop. Ja. Gewoon echt één bandje ertussen. En dan horen we, we hebben de radio natuurlijk aanstaan op Slam. En dan horen we altijd Martijn weer dingen zeggen over Joep dit. Joep is altijd zo. Wiegmar is altijd dit. Jordi is altijd dat. En dan denk ik altijd, makkelijk. Makkelijk om dat dan te roepen als je zelf geen verweer kan maken. Dus we hebben het er net over gehad, een uur geleden in jouw programma. Je hebt mij uitgenodigd in je programma. Ja. En toen hebben jouw luisteraars, de Middag Martijn luisteraars, gevraagd om de waarheid rondom Martijn Lagrouw. Beste luisteraars ter wereld. Ja, en toen dacht ik, het is jammer, want ik heb echt net alleen maar 20 minuutjes aan kunnen werken. Dus ik dacht, het is jammer dat ik maar zo korte tijd had om eraan te werken. Want als ik een heel boek mee vol kunnen schrijven. Maar zullen we beginnen? Ja, nee, kom maar op. De waarheid over Martijn Lagrouw. Is dit een roast? Zullen we hem gewoon doen? Ja, dus kom maar op. Ja. Martijn Lagrouw, geboren te Eindhoven op 20 juli. Zo staat het te lezen op je Wikipedia-pagina. Ja, Wikipedia-pagina. En dan hoor ik je denken, heb je een Wikipedia-pagina, correct. Martijn Lagrouw? Ja. Ja, want de grootste op aarde, die hebben een Wikipedia-pagina. Helaas heb ik van een oud-collega begrepen dat Martijn hem door vrienden heeft laten aanmaken om zo interessanter te lijken. Zal ik jou eens wat vertellen? Dat is dan wel weer heel jammer. Zal ik jou eens wat vertellen? Mijn zusje heeft mijn Wikipedia zusje heeft gemaakt. Hem aangemaakt. Ja, zeker. Martijn, ik weet dat je dit heel erg vindt als we dit zeggen, maar jij bent een beetje de papa-beer van Slam. Want het Slam-team, je bent op dit moment 53 jaar oud. Jij werkt al 20 jaar bij Slam, terwijl Slam pas 11 jaar bestaat. Kun je nagaan. En ik vind dat luisteraars van het programma Middag Martijn, trouwens hele originele naam hoor, Middag Martijn. Ik weet niet hoe lang je daarover hebt gedaan, maar recht hebben om te weten wie Martijn is. Martijn is een lieve Brabantse jongen die in 2006 zijn eerste programma op Slam maakte. Voor de goede orde, toen speelde Sneijder nog als jong broekie bij Ajax. Won Rafaella Idols. Ja, precies, wie was dat ook weer? En zat Joep bijvoorbeeld in groep 4. Is dat zo lang geleden? Toen was Joep 9. En toen werkte Martijn al bij deze hut. Toen werkte Martijn Lagrouw al bij deze hut. Wauw. Nou, en daarmee kunnen we concluderen dat Martijn Lagrouw, dat we volgens mij die la net zo goed uit je naam kunnen laten en je net zo goed naar je haarkleur kunnen gaan noemen. Want Martijn Grauw zit hier tegenover mij. Ik ben ook even langs wat oud-collega's gegaan. Ik heb begrepen van een oud-collega dat jij op je eerste werkdag met een PSV-shirt naar je werk kwam. En dat ze allemaal moeite hadden om jou te verstaan op de radio met je Brabants accent. Maar goed, Martijn is natuurlijk wel een fijne vent. Maar als hij te lang op dezelfde plek zit, dan wordt hij onrustig, want Martijn heeft ongeveer 41 overstappen gemaakt naar andere radiozenders. En daarnaast is hij ook 41 keer weer teruggekomen. Je zou toch kunnen denken, bedenk dat dan de eerste keer. En vol dat die zakken van hem zitten. Ja. Ooit kreeg Martijn Lagrouw het in zijn bol dat hij sportjournalist wilde worden. Want hij droomde van een interview met Lionel Messi tijdens de WK-finale. Maar Martijn Lagrouw kreeg een heel ander verhaal, een hele andere opdracht. Want zo zat hij op een maandagavond bij Telstar Jong Ajax om daar verslag te doen. Wat was de uitslag toen? Dat was, meen ik, een 1-1 gelijkspel. Je weet het nog steeds. Ja, natuurlijk. Topper. Dus kwam je maar weer terug naar Slam. Ik heb even een korte rondvraag gedaan wat mensen van jou vinden, Martijn Lagrouw. Collega's hier. Martijn Lagrouw draagt altijd rare sokken. Martijn Lagrouw draagt vaak 2 keer dezelfde kleding achter elkaar. Martijn Lagrouw jat tijdens de lunch de kortingscodes van melkpakken om korting te krijgen bij Zalando. Martijn Lagrouw komt op zaterdag altijd te laat. En, dit is een hele belangrijke, dit zeiden veel mensen, hij heeft de neiging om alle mannen een vriendelijk klopje op hun geslachtsdeel te geven. Maar, en nu quote ik een collega, volgens mij zit hij gewoon graag aan mannen. Maar laten we het even positief afsluiten. Wij houden ook van Martijn. Ik ben namelijk ooit bij hem thuis geweest. En deze man heeft zoveel liefde voor Slam dat hij thuis een Slam-altaar heeft. Met daarop allemaal mooie Slam-spullen. Dus Martijn, ik zou zeggen, voor wij dit programma openen, geef ik graag het woord aan jou. Wat kan ik zeggen? In sommige culturen is een klein tikje tegen de balzak gewoon een teken van liefde. In de Brabantse cultuur, ja. Bijvoorbeeld in de Brabantse cultuur. Telstar Jong Ajax was het beste wat ik in jaren van Ajax heb gezien. En eigenlijk zijn jullie best wel aardige jongens. Goed! Bij Wiegmar.